Ik ben er inderdaad voor aan het sparen, daar gaan we dadelijk over beginnen, want ik ga eerst eventjes hoi tegen YouTube zeggen. Hallo YouTube, welkom bij de livestream van Pixelmon. Mocht je er helaas niet bij zijn geweest, komen meerdere livestreams en we gaan een publiek gooien op het moment dat het mogelijk is, in verband met technische mankementen. Dus dit weekend nog niet, hopelijk zo snel mogelijk gaan we naar kijken, maar we gaan dus nu een beetje de tutorial doen, de eerste 4 uur. Nick die komt er gezellig ook bij als het goed is. Misschien dat Robinski er nog zelfs bij kan komen. Misschien dat we nog iemand van de handelcrew zien. Dat weten we niet. Dat is nog altijd even kijken. Ik ga het 6 uur doorstreamen. Dus hartstikke gezellig. Eventjes een kleine aanpassing. Zoals jullie hier naast mij kunnen zien. Er is heel veel request geweest voor de nieuwe 3DS Capture Card. Nou heeft GamePit al gelijk gezegd van jongen, wij willen jou daar gelijk in helpen. Wij willen jou de eerste 100 euro geven. Toen had ik het idee van, nou weet je wat. We gaan dat gewoon daar neerzetten als donatiegoal. Het is natuurlijk nog steeds vrijblijvig. Maar dan weten jullie in ieder geval waar dat de donaties naartoe zullen gaan. En zoals je kunt zien, er staat een topdonator. Want ik had ook zoiets van, nou ik vraag nooit om donaties. Ik wilde wel iets leuks voor terug kunnen geven. Dus de topdonator die krijgt een Shiny Eevee. En die Shiny Eevee die is niet in Pixelmon, die is echt in Pokémon, Omega Ruby of Alpha Sapphire of X en Y, ligt eraan welk spel dat je speelt. Dus, maar dat is allemaal vrijgevig. De donaties gaan natuurlijk echt rechtstreeks naar die 3DS toe, dus dat is eigenlijk alles wat we gaan doen. Ja. Ik zie een knuffel Pikachu op de achtergrond. Ja, dat klopt. Dat is een praat Pikachu, die kan praten. Dus, En ja, Mini Eevee die is onderin de hoek inderdaad gespot, die heb ik daar neergezet, omdat mijn starter, want je mag zelf een starter kiezen, is namelijk een Eevee. Een Shiny Eevee. We hebben het namelijk zo gedaan, ik zie hier een Magikarp liggen. Shiny. Ja, ik ben niet bij de spawn, ik ben best wel ver weg, maar nee, ik ben wel redelijk dichtbij, maar om een of andere reden de Pokémon die me uitdaagde, liet me Magikarp in de spawn. Nogmaals, doneren, dat is gewoon, het is gewoon optioneel. Hè? Het is absoluut niet, het staat er. Wil je de supporten, dan is dat natuurlijk altijd welkom. En wil je gewoon genieten en in de stream, dan support je eigenlijk ook al. Dus het is gewoon echt, dus. Hex, nou, het grappige is, wij hebben geselecteerd dat je starter Pokémon automatisch al een shiny zal zijn. Omdat dat is een unieke Pokémon. Alle Pokémon zijn namelijk te vangen. En om jouw eigen begin Pokémon toch een beetje speciaal te maken, hebben we gezegd van, je begint met de shiny. Dus, doneren gaat via PayPal. Dus, staat de knop onder in de beschrijving en dan word je er gelijk naartoe geplaatst. In ieder geval, ik ga heel eventjes over de serverregels. Voor YouTube natuurlijk ook heel erg makkelijk. Serverregels, er wordt niet gegriefd. Eerste grief, echt, er wordt geen waarschuwing voor gegeven. Ga je grieven, ga je iets slopen wat niet gesloopt mag worden, word je gelijk verbannen. Dus we hopen ook echt niet dat je dat gaat doen. Taalgebruik in de chat natuurlijk, zoals jullie weten. Mijn kanaal is taalvriendelijk, dus er wordt niet echt met scheldwoorden gegooid, dus heel erg belangrijk. Pokéball in een Pokéball laten zitten als je in Almans huizen bent, heel erg belangrijk, want Pokémon kun je dus... Hey, Gaminik, daar ben je al. Hoi. Kijk, hier hebben we een GameTubetje met Pikachu. Oh, Pikachu. Die is met Pikachu gestart. Ik ga nog heel even verder met de regels, dus ja, als je in een Almans huis bent, ga niet je Pokémon de hele tijd eruit gooien, want het is gewoon echt zeer irritant. Het is niet toegestaan om structures te slopen, zoals pokécenters, marks, gyms, etc. We hebben heel veel tijd gestopt om dus verschillende gebouwen te maken en dat zou dus zonde zijn als dat gesloopt gaat worden. Dus ook al is er een structure ergens random gespand, sloop deze niet. En ik hoor een follow geluidje. Even kijken. Alvin Craft Games, bedankt voor het volgen. Hartstikke gezellig. Moet ik heel even snel naar kijken. Als je Pokémon kan ruilen, je kunt Pokémon met elkaar ruilen. Denk er goed over na, want er is dus geen trucje mogelijk. Heb je eenmaal geruild, dan niet zo van... Ja, maar ik heb een verkeerde Pokémon binnengekregen of ik wou deze helemaal niet ruilen. Nee, als je ruilt, denk er goed over na of je echt die Pokémon wel wil ruilen. De Pokémon Centers is het ook niet de bedoeling dat je de healing device sloopt. Die moeten overal bij de Pokémon Centers blijven zitten. Als je hem sloopt, krijg je maar één plaat aluminium. Wat een nieuwe item is, komen we later over in. Dus waarom hebben we gezegd niet slopen? Als je wil bouwen, altijd leuk voor als iedereen er is. Maar hou wel afstand van andermans gebouwen die dus aan het huizen bouwen zijn. En dat je niet te dicht op elkaar gaat zitten. Even kijken. Als je iets wil kopen dan van de Elite 4, maak geen gebruik of misbruik van de tijdelijke OP-status. In Pixelmon heb je tegenwoordig in-game money. En dan is het dus mogelijk om ook aan elkaar geld te geven. Alleen het enigste nadeel is, het kan alleen via OP-status. Dus zou je een paar Pokéballs van een Elite 4 willen kopen, dan is dat mogelijk. Krijg je even tijdelijk een OP-status tot je de transfer command kan gebruiken en dan wil je gelijk je die opt. Dan is het wel de bedoeling dat je dus niet gelijk in game mode gaat en ik weet niet hoeveel dingen binnenspant. Dus wij zien het. Dus niet doen.
Iedere speler mag maar één boom van elke apricorn hebben. Daar komen we later op. Dus wat apricorns zijn en hoe dat precies werkt. Heb je al een bijl? Kan je nog steeds hout slopen? Nou, hout kunnen we inderdaad. Je kunt gewoon normaal craften. Dus, maar daar komen we later al op. Dan gaan we heel eventjes naar de Elite Four regels. Want we hebben dus gyms gemaakt. En ja, er staan ook gymleiders. Als je alle 8 badges voor elkaar hebt gekregen, dan mag je de Elite Four gaan uitdagen. Nou, dat zijn wij vieren. Gregory, Erwin, Mume en ik. En ja, wij moeten natuurlijk ook nog trainen. Dus die 8 gyms, dat gaat heus wel wat tijd in zitten. Tenminste, dat hopen we wel. En achter mij hoor je dus gegraaf van Mellen. Oh, die is als een gek aan het graven. Ik weet ook niet waarom. Dus... legendaries zijn niet tijdens een Elite Battle voor toegestaan. Die vonden wij een beetje te OP. Die moet echt alleen voor fun blijven. Jouw Magikarp die staat in de W. Oh, sorry. Magikarp hier. Nou, je hebt alle 8 badges natuurlijk nodig om de Elite Four uit te mogen dagen. Je mag maar 1 keer per dag 1 Elite Four uitdagen. Dat wil dus zeggen dat je 1 keer per dag ze alle 4 zeg maar een keertje zou mogen doen. Dus heb je mij al gehad en je hebt verloren van mij, dan mag je nog altijd zeggen van nou, dan wil ik Mume bijvoorbeeld uitdagen of zo. Maar het is niet zo dat je 2 keer dezelfde dag dezelfde trainer mag bevechten. Ja. De technische problemen zijn dat we... Ja, dat kun jij best uitleggen, Mume. Ja, ik heb wat problemen met port forwarding. Port forwarding is om een server op te kunnen stellen. Dat is een instelling in je router. En om een of andere reden kreeg ik het niet voor elkaar. Ik heb het wel heel even kort voor een paar minuten voor elkaar gekregen. Maar spontaan sprong hier weer uit. En ik heb de instellingen zoals letterlijk elke tutorial op het internet die je maar kan vinden, heb ik hem gewoon zo ingesteld. Dus er waren wat problemen. Vervolgens heb ik nu een nieuwe router, maar die nieuwe router heeft eigenlijk een beetje hetzelfde probleem plus andere rare dingen. Dus dat moeten we heel veel nog een keertje goed regelen en dan hoop ik dat de server gewoon openbaar kan komen. En ja, dan komt hij op 24/7. Yep, dan okay, moet echt even... inderdaad 24/7 ken je gewoon in. Bedankt in ieder geval voor je uitleg, Mume. Oké, ga ik heel eventjes nog verder terug. Als je je Pokémon een nickname geeft, is het altijd de bedoeling om wel te vertellen welke Pokémon dat het is. Mocht je de type van een Pokémon niet kennen van een van de Elite Four, of mochten wij een Pokémon type niet kennen, is het wel de bedoeling dat je netjes vertelt welke type dat het is. En bewaar je badges goed, want als je een badge hebt gehaald, je kunt hem maar 1 keer krijgen. Heb je een gymleader verslagen, dan kun je hem niet nog een keer verslaan om nog een badge te krijgen. Dus je kunt maar 1 badge krijgen. Bewaar deze dus heel erg goed. Nou, dat waren in ieder geval de regels. Dus nou, dan gaan we maar eens eindelijk lol hebben. Want ik sta hier ondertussen al 15 minuten te praten. En Melon die is al 15 minuten aan het graven. Ik heb er wat hooi gegeven. Die gaat dan altijd gelijk een tunneltje van maken. Die vindt ze leuk. Yep. Even kijken. Meneertje NL. Kun je ons niet in adventure mode zetten? Jullie staan gewoon in adventure mode, maar dan kun je ook nog steeds... Het is gewoon heel erg belangrijk dat je zelf... Je snapt zelf ook wel van, hé, ik zie een gebouw. Daar ga ik niet blokken uithalen. Dus dat is heel erg simpel. Dat is heel erg logisch. Daar hoeven we geen protectie voor op te zetten. Ik neem aan dat jullie dat zelf ook wel snappen. Dus, We vertrouwen er gewoon op dat jullie je netjes gaan gedragen. En als jullie dat niet doen, dan is het gewoon direct een ban. Punt. Ja. Dus nou, we gaan er niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Nogmaals. Je moet namelijk ook, als dadelijk de server publiek is, dan kun je natuurlijk vragen, dat gaat via Mume, die organiseert de server eigenlijk. Ja. Dus dan kun je hem vragen van, goh, ik zou graag mee willen doen. Zet hij je op de lijst en geeft jou het IP. Zo werkt het dan. Dus, maar dat is op het moment dat de server public is. En dan ga je natuurlijk mee akkoord met de voorwaarden die we dus niet hebben gezegd van niet grieven en al die regels die we net hebben voorgelezen. Goed. Nou, wie gaat er als eerste? Moet ik als eerste tegen Oak? Moet ik eerst tegen Oak? Ja, ga jij maar eerst. Oké, want we hebben hier dus professor Oak. En als je daar dus tegen wil vechten, want dat is de bedoeling, dan moet je je Pokéball er tegenaan gooien. En dan zegt hij ook, are you a boy or a girl? Ha! Nou, hij begint met de level 5 Squirtle. Een beetje idee van de gewone dingen. Dus, Squirtle. Oké, nou, ik heb al tackle gedaan. Ach, oh, hij is stil weer aan het doen. Squirtle. Ja, heel klein. Hij heeft een hele kleine squirtle. Het is een mini squirtle. Hij is een squirty squirrel. Ah, dat is best wel interessant van Pixelmon.
Pokémon's. Even wachten, want ik moet nou eerst eventjes de trainer bellen. Nou, als je dus zeg maar van professor ook hebt gewonnen, dan zegt hij ook gefeliciteerd. Hier heb je 5 Pokéballs om mee te beginnen. Nou, Eevee groeit al gelijk een level, dat is alleen maar gunstig. En je ziet al, ik heb al gelijk 5 Pokéballs, dus ik heb Pokémon gaan vangen. Yay! Maar als ik het dus nu nog een keer wil doen, dan zegt hij van, this trainer can only be battled once by each player. Dus je kunt het maar 1 keer doen. Ja, en dat geldt hetzelfde met gyms. Ja, precies hetzelfde. Dus even kijken, begrijp ik. Ik was eens in een Terraria-server en iedereen gaf me golden visje, was er zo. Dus nu heb ik veel oneerlijke achievements in Terraria. Ja, dat kan vervelend zijn. Dus, maar goed, Mime, jij wou iets uitleggen. Ja, heel interessant van Pixelmon is, de Pokémons hebben ook nog eens een speciale stat. En dat is het formaat. Je kan tegenkomen. Of ginormous. Die zijn achterlijk groot. Dat maakt het heel speciaal om te zoeken naar hele kleine of hele grote Pokémons. Ben je klaar? Ja hoor. Ik had deuntje weer afgezet, speciaal voor jou. Doe ik wel veel wat Pokémon om te trainen. Hé, wat? Magikarp. Ook even verslagen. Kun je elke Pokémon kiezen? De starters die je kunt kiezen, we hebben 15 verschillende starters. Oh, je kunt gewoon gaan wanneer dat je wil hoor. Als er niemand aan het battlen is, kun je gewoon battlen, Nick. Dus, maar je kunt dus zeg maar van de eerste 4 generaties hebben wij de oorspronkelijke starters. Dus van de eerste generatie uit het hoofd Bulbasaur, Squirtle en Charmander. Tweede generatie Cyndaquil, Chikorita en Totodile. Derde generatie Trico, Mudkip en Torchic. Vierde generatie. Daar weet ik de namen niet van. Gregory? Vierde generatie zijn Chimchar, Piplup en Turtwig. Oké, nou die kun je dus zeg maar al gelijk kiezen. Dan heb je nog een 5e optie. En dat is dat je voor de Pokémon Yellow stijl kan gaan. En dat is Pikachu. Je kunt voor de Fisherman stijl gaan. En dat is een Magikarp. Of je kunt voor een allrounder gaan. En dat is een Eevee. Nou, ik ben altijd een Eevee-trainer geweest. Dus ik ben ook voor Eevee gegaan. Dus zo werkt het een beetje. Nou, zoals je dus ziet, dit is de spawn. En daar staat een gigantische Eevee. Je hebt het logootje. Ja, onder staat het ook al over waar dat je de mods kan winnen. Maar daar is dus een gigantische Eevee. En dit is het Pokémon Center. En ik zie dat we iets vergeten zijn. Wat? Er staat nog geen NPC in de markthuisje. Oh, inderdaad. Mume, kun jij dat regelen? Want anders sta ik in, dus... Ja hoor. Het is een beetje een warming-up, dus... het is mooi dat je al een beetje gehyped voor wordt. Dan hebben wij nog meer motivatie ook om zeker die server open te gaan gooien. Niet dat we dat niet hadden, maar... Melon die graaft eigenlijk zoiets naar China, zeg. Die is echt... ik weet niet of jullie dat horen, zo... Ja, je shiny is heel erg bijzonder. En kijk een Piplup. Ben je tegen die ratten aan het vechten? Ja. Oh jammer, die wou ik eigenlijk bevechten. Sorry, maar ik zat hem al achterna. Wat zit erachter? Wees daar. Oeh, dat is een Arbok. Die wil ik nog niet zien. Dus overal zijn Pokémon te vinden. Oh, ik zie al wel gras. Dat kan ik heel goed gebruiken om een map te maken. Neem het mee. Neem het mee op reis. Oh, honger zul je niet krijgen. Aangezien dat het heel moeilijk is om aan voedsel te komen in Pixelmon, omdat er geen mobs zijn. Hebben we ervoor gezorgd dat je dus geen honger kan krijgen. Dus nee, die zit tegenwoordig in de Pixelmon mod. De NPC's. Dus Pixelmon komt tegenwoordig met zo'n mod. Dus zo hebben wij professor ook neergezet. Zo hebben we al de gymleaders gedaan. Want Pixelmon, het zit er tegenwoordig al in. Je hebt geen extra mod meer nodig. Nou, dit is dus zeg maar de shop. Ik heb helaas no monies. Maar hier kan ik dus al eventueel extra pokeballs kopen. Potions kan ik kopen. Great balls kan ik kopen. Maar ja, ik kan ze ook zelf maken. Later in het spel. En we hebben het zo gedaan, zeg maar, tot de Elite Four. Die zorgen ervoor dat ze op een goede, kopere manier aan pokeballs kunnen geven. En alles. Dus dat houdt ons ook nog altijd bezig. Ja, maar het probleem is, dat is zo weinig. En je hunger bar die gaat zo snel omlaag. Tot we hebben gezegd van... hunger, dat is gewoon... nee, dat is gewoon een no-go. Nou, heeft Mime hier een heel mooi... Ik zou je trouwens nog het Pokémon Center laten zien, voordat we verder gaan. Dus Pokémon Center hier. Een mooi matje ervoor. Hele grote P. Pokémon Center. En als je naar binnen komt, je kunt hier rustig gaan zitten. Mijn GameTube'tje aan tafel gaan zetten zo. Hallo! Hoi. Koffie!
Yoshi Joy? Oh, wacht even, ik ga wel een bediende creëren. Hoe oud is Melanie? Melanie? Melon bedoel je? Kijken. Ik denk dat je Melon bedoelt. Melon is een jaartje. Kijken. Nee, er is geen slash home en slash spawn. We willen het zo origineel mogelijk houden eigenlijk. Dus dat je niet kan rondteleporteren. Je moet echt reizen. Want je kunt op je Pokémon, kun je ook na een tijdje, kun je dus zeg maar vliegen met je vliegpokémon. Of als je een Arcanine hebt bijvoorbeeld, kun je zoef over de bergen heen vliegen. Dus ik denk dat Charizard gaat kiezen. Ja, dan wordt het Charmander. Gelijk shiny. Nou, dit zijn zeg maar de trading machines. Als je daarop klikt, dan kan ik dus hier een Pokémon neerzetten. En dan kan een andere, die kan er ook een Pokémon neerzetten. Kun je op ready drukken. En dan train je je, of dan ruil je je Pokémon. PC's die staan hier ook alvast klaar. PC's die zijn ervoor dat als je meer dan 6 Pokémon vangt, die komen automatisch in een PC. Je hebt verschillende boxes. Je hebt in totaal 16 boxes. Van elk, ik geloof, 30. Dus je kunt genoeg Pokémon vangen. Dus dat is alleen maar handig. En dit zijn de healing items. Dus hier kun je Pokémon healen. Door gewoon op de rechter muisknop erop te drukken. Dus, en wat als je in X en Z positie van... Nou, ik denk niet dat je zoiets gaat doen. Dus... En als je inderdaad ergens verdwaald komt, wij raden wel aan natuurlijk dat je een map maakt, maar kom je verdwaald, dan zullen wij je gewoon automatisch terug teleporteren naar de village. Let wel, okay, er wordt geen misbruik van gemaakt. We hebben een bediende voor de koffie. Hebben we een bediende voor de koffie? Ik wil koffie, kom op koffie! Dankjewel, Dankuip. Ach, kijk nou toch eens. Hi! Doe mij maar een, ik wil geen koffie meer. Doe mij maar een cappuccino. Een koekje erbij. Cement. En ik zit nog steeds eigenlijk een beetje aan een blikje energiedrank. Doe eens wat. Ik zit me niet zo aan te staren. Je moet wel duidelijk naar haar praten. Zo dan. Nee, dat doe je hier. Doe je dat door de rechte muisknop te drukken. Sorry, koffie moet je me zeggen. Nou ja, zeg! Wat een stomme tent, zeg. Je hebt soep in je haar. Daar! Lijkt op een afgekeurde linkel, jij. Huppakee, wegwezen hier. Rikachu. Rikachu. Hoi, Rikachu! Rikachu. Oh, ik heb weer een level 28 volt op. Daar loop ik met een grote bocht omheen. Oh nee, Miltank. Miltank! Nou, we hebben hier een paardje dus die naar onze village leidt. Daar gaan we dus heel erg veel zien. Dus ik volg gewoon dit paardje even. Kom we bij mij thuis. Nou ja, dicht bij mij thuis eigenlijk. Hé, hey, kijk, een apricorn. Dit zijn die apricorn trees waar ik het over had. Nou, wij zorgen ervoor dat we genoeg hebben om dus pokeballs voor jullie te maken. Voor de andere spelers is het dus zo dat ze er maar eentje van elke kleur mogen hebben. Hebben ze toch een beetje iets dat ze zeg maar kunnen verkopen mochten ze moeite hebben met geld te vinden. Terwijl dat je gewoon trainers uit kunt hangen. Bouwen is gewoon toegestaan. Dat is geen enkel probleem. Ja. Ik zie hier een Abra en die teleporteert weg voor mijn neus. En dit is volgens mij, wie ben jij? Je hebt een level 10. YOLO! Oh boy, een Mankey. Nou ben ik je zaak. Oh boy. Dit had ik niet moeten doen. Dit was een dom idee. Ja hoor, 1 hit KO. Fijn, ik heb geen Pokémon meer bij me. Moet ik weer terug naar het Pokémon Center. Ah, trouwens, in de village zit er ook één. Volg gewoon het pad. En ik hoor een follow. Casimir Cars 3 heeft gevolgd. Dankjewel voor de follow. Hartstikke gezellig. Dus, gele apricorn. Hartstikke leuk. Nou, dan komen we dus hier zeg maar bij de village. Die village is normaal gespand. Dat is heel mooi. En dit hier, als we dit paadje nog verder volgen, dan komen we bij een actueel paadje. En dan kom je bij mijn huis, oftewel ook mijn shop. Hier ga ik een shop maken. Hier kun je dan alles, hier kun je dus zeg maar bij mij pokeballs kopen, greatballs, ultraballs, noem het maar op. Ik wil weer een volloggeluidje. Wie is daar? Hi. Yellow Yoshi Game, dankjewel voor het volgen. En dan sta ik hier achter de balie. Lampje staat aan als ik thuis ben. Nog een follow.
Jeremy Wicht 13. Bedankt voor het volgen. Als ik je naam verkeerd zei, mijn excuses daarvoor. Dit is versie 1.8. Staat ook in de beschrijving onder waar dat je de files alvast zou kunnen downloaden. Staat hier zelfs een Mareep nog voor de deur. Maar dit is dus de shop. Hierachter komen dan de apricornbomen. Wij hebben natuurlijk wel een farm, omdat wij die dingen dan gaan verkopen. Omdat wij zullen vaak in de server zijn. Dus ja, dat is wel een beetje zo de bedoeling. Dus dit is mijn huis. Weer een follow. Rikachu, Rikachu. Bedankt voor het volgen. Ik noem jij gewoon Rikachu. Hoe spaar je een tweede Pokémon? Als je pijltjes naar beneden doet, dan kun je door je Pokémon selecteren. Ik kan het nog niet laten zien, want ik heb maar één Pokémon nog. Dus Oké, dat is verkeerd, maar oké, iedereen zegt dat. Oké, Jeremy Twite 13. Jeremy Twite. Dan denk ik dat het Jeremy Twite is. Je hebt hem gevangen! Nou, dit is dus mijn huis. Dit is dus niet toegestaan om hier te komen voor andere spelers. Hier heb ik mijn furnace. Hier heb ik een kistje voor de apricorns dan neer te gooien. Dit, hierboven loopt het zeg maar naar mijn storage. En hier heb ik mijn slaapkamer, mocht ik het eventueel dag willen maken. En hier kom ik in mijn shop terecht en dan kan ik hier de lamp aan doen. Hartstikke gezellig. Leuk. Nou, en zo kom ik hier dan bij de apricorn farms geval. Maar daar kom ik dadelijk wel bij. Dus... Kunnen andere mensen in de chest? Ja, maar dat valt onder grieven. En zoals ik al zei, standaard voorwaarden, er wordt niet gegriefd. Dus wij zien alles. Dat hebben we dan weer wel zo in kunnen stellen. Dus wij gaan ervan uit dat jullie dat niet doen. Wordt dat toch gedaan, dan is het instant ban zonder pardon. Nou, weer de Battle Arena. Deze heb ik zelf gemaakt. Ontwerp. Eigenlijk een beetje verzonnen. Het is een beetje geïnspireerd van de anime-serie van de achtste gym. Andere die staat daar. Eentje staat hier. Gooit Pokémon naar elkaar toe. Krijgt een battle. Hartstikke leuk. Mocht je nou zo'n battle willen zien, heb ik er ook eventjes voor gezorgd tot ze dus het podium op kunnen. Of jij gewoon de tribune in. Hartstikke leuk. En dan kun je dus zeg maar hier kun je dan de battle gewoon zo zien. Hartstikke gezellig. Maar goed, ik ga eerst eventjes nou mijn Eevee even healen, want ik wil andere Pokémon vangen. Oh, en trouwens, hier hebben wij onze world map. En dit duurde lang om te maken. Ik ben hier gewoon gisteren zo lang mee bezig geweest. Zoals je kan zien, dit is de hele map. Dit zijn 4 kaarten van max grootte. Dus dat wil zeggen, elke kaart is... Oh, sorry. Eevee? Oh nee, dat kan nog niet. Maar goed, dat zijn dus zeg maar 4 kaarten op maximale grootte. Dat wil zeggen, dit is al een... dit is een omgeving van 8000 bij 8000 bloks. Dus dat is nogal. Ik ga even naar het Pokémon Center. Mijn starter Pokémon, die staat daar boven, alleen die is op dit moment uitgeschakeld. Dus ik ga eventjes naar Mr. Joy, ook al heet hij Nurse Joy, dat is eigenlijk best wel creepy. Die hield voor mij mijn Pokémon, Eevee is geheeld. Ik ga op, ik denk op mijn bed liggen. Oh nee, dat kan niet, want we hebben Nick hier ook en Nick moet nog van alles gaan bouwen. Ja... Casimir is al 3 keer uitgelekt ondertussen in de chat, dus ik kan daar niet blijven antwoorden. Anderen hebben het ook al gezegd, we hebben technische mankementen. Dat blijven we niet de hele tijd herhalen, Casimir. Dat is ook al in de chat weer verteld. Ja. Dus niet blijven spammen, alsjeblieft. Goed. Ik denk dat ik eventjes wat tools moet gaan maken, dus ik ga hout hakken. Ik hout hakken! Oké. Waarom ook niet? Ik moet er ergens beginnen. Ik dacht het was Charmander, Squirtle en Bulbasaur. Nou, je hebt 15 verschillende Pokémon waar je uit kan kiezen. Dus, want je hebt de eerste 4e generatie starters waar je uit kan kiezen. En dan een Eevee, Pikachu of Magikarp. Ja. Dus... Oh, en ieder die Magikarp neemt, die krijgt mijn eeuwige respect. Ah, die ga je dus mat zoals ze tegen jou moeten vechten in een Elite Four battle? Ik houd bakken, dat kan natuurlijk ook. En jij, je mag bouwen, beter gezegd graag, want... Dan wie kiest nou Magikarp? Oh boy! ik. Waarom heb ik Magikarp gekozen? Magikarp is heilig. Echt, dat was een vraag. Waarom heb je Magikarp gekozen? Was een vraag. Leg uit. Vertel. Nou,
A Magikarp that lives through many years can leap mountains using Splash. Dus een Magikarp die lang leeft, springt gewoon even over een bergje. Met zijn Splash aanval. De kracht om dat te doen. Poeh, niet normaal. Dan valt er een 10 kilo vis valt er boven op je kop. Nou, dan ben je wel knock-out hoor. Juist. Ja? Plus ze kunnen in de meest vervuilde water zelfs overleven. Hun schubben zijn zo sterk, een Meowth breekt gewoon zijn tanden erop. Ja, Magikarp is sterk. Oké, dus. Ze zijn het niet helemaal met jou eens, moet ik zeggen. Dus je hebt ze niet helemaal overtuigd. Nou ja, ze hebben gewoon geen verstand van Pokémon. Kun je niks, kunnen zij niks aan doen. Nou, Dankuip heb je overtuigd in ieder geval. Die zegt dan Magikarp for life. Goed zo. Ik, ja, het is eigenlijk best wel donker nu op het moment. Wacht, Skitty, misschien... Even kijken, waar zit we hier? Skitty, level 17. Hallo, mag ik een lager level Pokémon? Anders weet je wat, ik ga gewoon battlen tegen Nick. Nick, kom hier. Ik wil jullie naar een Pokéball toe leiden. Oh, leid mij. Leid mij, senpai. Wacht even, hij is dat is geen Pokéball, dat is een level 10 trainer. Daar heb ik een slechte ervaring mee. Ja. Ah! Pokéloot! Oeh, ik heb Bubble Beam! Heel interessant, een TM. Ja, een Bubble Beam! Nice. Maar ik moet een Thunderstone hebben. Ik wil mijn Eevee moet een Jolteon worden. Ik moet gewoon geld hebben. Don't we all. Yep. Sorry. Oh. Even kijken. Ik ga eerst eventjes dan een crafting table hier even nog maken. Hey, maar vergeet niet hè. Magikarp kan wel een Gyarados worden. Die is badass. Nee, Magikarp kan helemaal geen Gyarados worden. Magikarp is je een liegt. Magikarp. Je liegt! Objection! Klopt niks van wat hij zegt. Het idee is eigenlijk... ik zal het helemaal uitleggen. Het idee is gekomen, in elke Pokémon game heb je dus zeg maar wel een Magikarp trainer. Een Pokémon trainer die 6 Pokémon bij zich heeft, niks anders dan Magikarps. Daar is eigenlijk een beetje Mumee's karakter op gebaseerd. Zeg ik dat zo goed? Ja. Mag ik nou blijven? Nou ja, voorlopig host jij het nu heel veel totdat we het... Dus moet maar. Nou, niet te enthousiast. Dus Magikarp for life. Nou, mag het een keer dag worden zeg? Ik zag een cave achter mijn huis, dat is wel handig. Ik weet dat je op Pidgeot kan vliegen, op die Star... Hoe dat hij ook heet. Ik heb kool nodig. Nou, inderdaad. In mijn Elite 4 team zal inderdaad een level 100 Magikarp zitten. Ja, maar jij bent ook dan de enige die, als omdat je dat doet, een Legendary in je team hebt. Yep, ik compenseer het weer met een andere inderdaad. Nou, ik heb hier een cave gevonden, maar het is wel heel erg donker. Ik ben bang in het donker. Waarom heb ik geen Charmander gekozen? Hallo, ik zie echt bijna hier helemaal niks. Echt helemaal niks. Als ik nou een beetje kool had, of als het nou een beetje dag kon worden. Mimi's team in Elite 4, 6 Magikarps op level 100. Make it happen. Nee. Nou, ik wil hoe dan ook wel een full team Magikarps, maar dat wordt mijn troll team. Oh boy, hij gaat de troll approach aan. Zo gaat hij door. Ja, hier ligt kool. Hier ligt kool, jongens. Oh, eindelijk. Oké, jongens, we hebben licht. Ik ga Charmander nemen en vernietig elke Magikarp. Nee! Nou, in ieder geval, ik heb eindelijk wat kool.
Kan ik eigenlijk wat toortjes maken, daar ben ik wel blij om. Maar zeep, dit lijkt dan wel op gewoon normaal Minecraft. Ja, dat is ook... Daarom is het Pixelmon. Het is Pokémon plus Minecraft. Yep. Dus, leuk. Nee, er zijn hier geen creepers en daar ben ik heel blij om. Oh, ja. Je hebt hier Voltorbs. Je hebt hier Voltorbs in plaats van creepers. Dus, en Electrodes. En Miltanks. Craigie? Ja? Mulhauer! Nee! Dus. Gezellig. Het begin is altijd een beetje aan de trage kant, maar maakt niet uit. Ik heb nog de gym niet laten zien, maar... De eerste gym is op level 30. Ik zie dat nog niet gebeuren, omdat ik die... Ja, die zou ik echt nou nog niet aankunnen. Hashtag Magikarp is goed. Ja. Ah, steeds meer begrijpen. Ik pik de score bij jou, dus. Er komt eventjes een Intercity voorbij. En een hik. Een hik in de Intercity? Dit gaat nogal diep. Ja? Ik denk dat ik eventjes dan beter stenen pickaxe eerst kan maken. Lijkt me dat niet zo'n verkeerd idee. Even wat meer toortjes. En dan heel eventjes terug naar huis om eventjes wat stenen... Ja, weet je wat? Ik doe eerst eventjes deze pickaxe helemaal even kapot mijnen tot ik genoeg steen heb. En dan ga ik even stenen tools maken. En dan gaan wij op adventure met Eevee. Toch Eevee? Eevee! Oh, daar ben je. Daar ben je makker. Oké, nou... Hou jij de slechterik even buiten. Hou jij de slechterik even buiten, ga ik even hier verder minen. Ik kan niet wachten tot we publiek gaan, maar helaas is dat nou nog niet mogelijk. Dus weet toch alvast, bedenk alvast van wat voor team dat je gaat maken. Zorg alvast voor een snelle start. Ja. Ik poon professor ook en ik vang gelijk een Charmander in de bergen. Want ja, Charmander kun je ook vangen eventueel. Squirtle kun je ook vangen. Je kan alle Pokémon's die in dit spel zitten, kun je gewoon vangen. Yep, zelfs Legendaries. Die zijn er ook. Ik ben zo blij dat ik nou achter me de hele tijd zo'n blije Eevee hoor. Zo, Eevee! Hij is echt zo blij. Blije gup ben jij. Ja, je bent een blije gup. Ja! Hello, it's me! Hoi Corona. Magikarp is beast. Oké, dat was mijn pickaxe. Eevee! Ja, kom Eevee. Het is weer daglicht buiten, dus we gaan mooi even wat stone pickaxe maken. Dat kan nou wel. Even kijken hoor. Dus daar. Strijvie! Strijvie! Oh, hallo. Wat doe jij hier? Jij bent een youngster. Wat doe jij hier? Wat sta je hier achter mijn huis creepy te wezen? Ah! Oh, Eevee. Leuk dat je in één keer voor mijn neus teleporteert. Jongen, jongen. Wat ben jij? Slenderman. Slender Eevee. Slender Eevee. Ja, hem die nickname geven. Nee, joh. Ik weet nog niet wat ik met nicknames doe. Ze krijgen sowieso van mij een nickname, maar wat voor nickname, dat weet ik nou nog niet. Oh ja, nicknames, nu je het inderdaad zegt. Eevee. Splash Rooney. Maar ja, ik ga mijn Pikachu nemen en ik ga mijn Rikachu nemen. Nou Rikachu, je bent nou al populair. Dat is al heel, heel gunstig. Dat is leuk. Dat vind ik leuk. I approve that message. Oh ja, ik zal ook nog even een extra furnace maken in verband met dat ik die nodig heb voor later. Eevee. Dus die zou ik hier eventjes in de kist alvast doen, want die heb ik later nodig. En ik denk dat het nou nog... Nou is het nog dark, dus ik zal heel eventjes wat bovengronds nog extra exploren. Waar zijn mijn sugarcanes? Hebben we hier ergens water bij de buurt? Kan ik hier even die sugarcanes eventjes een beetje farmen? Ik zie een tiny Raticate, daar ben ik bang voor. Zo. Een Spearow. Kan er iets even onder... Wow, een Electabuzz hier! Hallo? Nee! Wie heeft hier rond de 20 kool laten liggen? Ik? Ik heb daar gedaan... Wil je daar in mijn kistje leggen? Ik ben daar helemaal vergeten. Daar, ik heb een paar toetjes gemaakt en ik heb per ongeluk de... Ja, ik ben dom. Kan je dat even halen? Nee. Een hoppip die weer aan het vechten is met een andere hoppip. Waarom ook niet? Oh, trouwens, ja, daar is onze eerste... Ik loop gewoon eerst eventjes naar de eerste gym toe.
Psyduck kun je vangen, dat is geen starter Pokémon. Wat is dat? Is dat Farfetch? Farfetch. Yep, dat is een Farfetch. Oh, hoi! Hoi Vero. Spero, wat je ook was. Hoi. Minimap is niet toegestaan aangezien dat het probleem is dat je dan zeg maar een voordeel hebt op alle andere spelers. En ik hoor een follow geluidje. Dat is onze Tri-Squad YouTube. Dankjewel voor het volgen. Hartstikke gezellig. Ja, daar kies je in mijn huisje. Er zit nou ook al een furnace in. Nou, ik loop heel eventjes hier naar onze eerste gym toe. Eventjes om een beetje te laten zien hoe en wat. Ik moet wel alvast van voren zeggen, de gymleider lijkt niet op Brock, omdat ik heb daar de skin niet voor kunnen vinden. En ik kon hem niet in de server vinden, maar het is wel onze eerste gym. Hartstikke gezellig. Nou, als je dan naar het dak kijkt, dan zie je dus ook echt tot het rockthema is. En hier hebben we dus onze, hij zegt level 5, klopt voor geen meter. Want hij heeft echt gewoon level 30 tot level 35 Pokémon. Dus let niet op zijn naam, hij liegt. Dus, Psyduck kun je wel overal vangen, dus wat is dat? Dat is een Shuckle. Ik heb hier een Shuckle gevonden. Level 12. Oeh. Nou ja, ik heer even op Charmander jacht. Ik weet dat je hier namelijk ook Charmander kan vinden. Wat ben ik jij? Oh, oh. Ik hoor een pling. Wees daar. Oh, Treinsquad. Dankjewel voor het hosten van de stream. Ik wist niet dat ik daar ook een notificatie voor aan had staan. Ah, dat is leuk. Dankjewel, joh. Hartstikke gezellig. Oké. Okay. Oké, okay, nou. Ik... Even kijken hoor. Sorry, ZP, als het een grapje bedoelt. Ja, sorry. Dat vond ik een beetje te ver gaan. Ja, sorry. Daarvoor moest ik je toch heel eventjes op je vingers tikken van... Nee, dat moet je niet doen. Dus vandaag... Maar dat is maar 10 minuten, hè. Dus het is geen ban of zo, want ik hou niet van bannen. Maar op de server is het dus... Gebeurt er zoiets... Ja, dan is het geen time-out. Dan lig je er echt gewoon uit. Dus hou wel de regels van de server natuurlijk aan. Ik kan er niet vaak genoeg zeggen. Ja. Want wij willen eigenlijk een beetje laten zien van... mensen zijn nog steeds vandaag de dag te vertrouwen. En dat proberen we hier ook wel een beetje dan zo te laten zien. Dus natuurlijk wordt daar wel support bij gesteund... tot je zelf laat zien van natuurlijk hou ik me netjes aan de regels. Want hey, we gooien een server waar je zoveel mogelijk plezier in kan hebben. Gewoon voor noppers, gewoon voor plezier. Dus dat is het enige waar we dan terugvragen. Hoe laat verwachten jullie dat de server online gaat? Nou, we hopen dat door de week er een beetje verdere updates over komen. Van of we het inderdaad online kunnen gooien. Maar we kunnen er nog niet echt een exacte tijd en datum over geven. Ja, voorlopig nog heel veel geen beloftes. Nee. Maar we doen ons best ervoor. Ja, zeker. Heb ik nog wat? Ja, ik heb nog. Dus. Dankjewel voor het vertellen, game. Nick, dankjewel. Maak ze af. Slacht ze van mijn part. Pak ze allemaal en gebruik ze in Elite 4. Nee, vandaag kan de server niet open gaan. Helaas. Vandaag kunnen we nog niet publiek. Maar het is ook een beetje zeg maar dat we nou een tutorial een beetje ook maken voor de YouTube. Dat YouTube al een beetje kan verwachten van wat kunnen we vinden, wat niet. Oh, een Thunderstone Shard. Oeh, Eevee. Nice. Eevee. Ja, een Thunderstone Shard. Kan ik jou nou al een gedeeltelijke Jolteon maken? Dat zou wel gaaf zijn. Halve Jolteon. Okay. Ik heb een Jolteon, ja. Sowieso zijn de stats enorm goed voor een Jolteon. Extra special attack. Aanval gebruikt hij toch bijna niet. Moustache power. Zieke snor. Ja, dankjewel, Nick Lubbers. Mamma mia, they are looking at the moustache. Charmander. Charmander. Ik ga gelijk ook weer naar een rare Pokémon zoeken, hè. Dat ben ik weer. Ik kan dat niet laten. Charmander. Eevee, zoek jij die kant op? Zoek ik hier. Daar hebben we de Ender Chest inderdaad voor neergezet. Die is voor iedereen te gebruiken. Omdat een Ender Chest, dat is namelijk een beetje je privé-inventory. Dus... Als ik me niet vergis. Mimee? Ja, klopt. Ja. Hij is mijn professor ook.
Hij zit elke keer tegen mij te zeuren dat ik mijn fiets niet mag gebruiken als ik in de winkel sta. Hoe oud ben ik? Oh, ik ben voor de... Ja, pas geleden nog voor de 9e keer 20 geworden. Ja, ik blijf gewoon 20. Ik blijf gewoon 20, heb ik gezegd. Is dat Charmander? Charmander. Ik zie wel weer een Apricorn, die wil ik hebben. Oeh, falling damage, ouchie. De pijn. Ja, daar moet je wel voor uitkijken. Als je doodgaat, je verliest je items. Maar het is best moeilijk om dood te gaan, dus. Ja. Wat is dat? Oh, Fanfy! I found a Fanfy! Fanfy? Zo blij. Level 9. Ik kan hem vangen. Oh, wow, ik vind ook een Fanfy. Ik kan hem vangen. Eevee? Attack! Oké, okay, jongens. Bedgedachten is tevoren, jongens. We gaan deze vangen. We gaan hem vangen. Oké, okay, gebruik dat. Maakt mij niet zoveel uit. Oké, okay, wij doen een tackle. Nog een keer. Maar hij kan ook tackle. Oh, ik moet nou een pokeballs gaan gooien, want anders overleeft mijn Eevee het niet. Ah, ik denk dat hij er nog eentje kan overleven. Oké, okay, we gaan pokeballs gooien, jongens. Pokeball, go! Ja, de service staat op peaceful. Oké, okay, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten, blijf zitten. Damn it! Nog een keer, kom op. Kom op, zo'n hoog level ben ik hij niet. Nee! Oh. Mijn Eevee is fainted. Vampy, you win this round. Stop. Ja, ik zou er wel gewoon pokeballs op kunnen gooien, maar de kans is heel klein dat je dan iets vangt. Dus dat ga ik niet doen. En ja, de server staat inderdaad op peaceful. Ja, dat had ik al gezegd. Oh. Even kijken. Oh, ik heb hier nog een black... mijn richtingsgevoel is echt die als een kanarie. Ik heb geen flauw idee waar ik nou mee ben. Ik had een map mee moeten nemen. Mijn Eevee moet zo snel mogelijk naar Pokémon Center. Daar is de village. The village people. Ik heb al gewoon twee pokeballs verbrast en ik heb er niks aan gekregen. Agent, daar! Die Fanfy deed het. Ik hou niet meer van Fanfys. Ik ga geen Fanfys meer vangen. Je kunt inderdaad in de serverfile zou je de mobs aan kunnen zetten, maar in deze server staan de mobs uit. Aangezien dat als jij in een battle bent met een Pokémon, dan kunnen ze je gewoon killen. Ben jij die ene gast van DDG? DDG? Is dat niet dus David Games die je daar bedoelt? Dat ben ik in ieder geval niet. Oké, okay, nou Eevee is geheeld. We gaan eventjes die grot in. Kijken of we Iron of zo kunnen vinden. Of misschien de nieuwe oors die ik wil laten zien. Die zijn ook leuk. Oh ja, ja. Dus waarom ook niet? DHD? Ken ik ook niet. Hohohoho, the village people! Of bedoelt hij misschien Dutch YouTube Gathering? Nee, dat is D-Y-T-G. Ja. Ik baal er nog steeds van dat ik die Fanfy niet heb kunnen vangen. Waar ik zit, hebben we er genoeg. Next time, Fanfy. Next time. Ik ga alvast eventjes ook wel apricorns planten. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik ga nu voor een... Level 42 person, doei! Ik ga in het begin nu voor een irritant team. Even kijken. Hier komt geel. Hier wil ik zwart hebben. Wit en rood en blauw, die komen aan de andere kant. Wacht eens, jij bent Enzo Knol! Nee, dat ben ik ook niet. Ik ken hem wel, though. Ik heb hem een keertje gezien bij de YouTube Gathering, maar nee, dat ben ik niet. Ik ben geen Enzo Knol. Oké, okay, hier even de rode plaatsen. Hier even de blauwe plaatsen. En ik hoor een follow.
Kelai de 17e, denk ik. Ik hoop dat ik dat goed heb gezegd. Dankjewel voor het volgen. Dus als ik niet goed heb gezegd, mijn excuses daarvoor. Ik ben heel slecht in namen te geven. Dus, of namen te onthouden. Oké, nou dat is in ieder geval alvast aan het groeien. Die TM die mag eventjes in mijn TM-doos. Ja, yeah, dat stupid fanfi. Oftewel, iedereen die komt nou aan met van... hey, Zelda player, zou je willen battle tegen mij? En komen ze aan met een fanfi over Miltank. Zo erg wordt het. Zou zomaar kunnen. Ja! Yeah. Hij gaat het doen, hoor. Hij gaat het doen. Ik weet zeker, hij gaat het doen. Wij gaan de cave in. Ik zeg niks. Hou dan je mond. Ik zeg helemaal niks. Jij zelf. Nou, hij is weer aan de Donald geweest. Zijn eng. Niet op reageren. Hè? Ha 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 ha. Ik mis heel veel. Eevee! Ja, Eevee, ja. Even kijken hoor. Komt er een Hall of Fame? Van wie die Elite voor? Ja, die komt ja. Er. Trisquad, YouTube en Nick Lubbers zijn eng. Wat zijn eng? Wat is eng? Vriendin. Een vriendin? Nee joh, valt wel mee. Is niet zo eng. Misschien een andere ervaring. Maar nee, ik ben heel erg vrijgezellig. Niet dat het ruim is of zo. Ik ben erg vrijgezellig. Ja, ik heb heel veel requests binnengekregen. En toen dacht ik echt bij mijn eigen van, nou, jullie willen het zo graag. Dus ja, dan vraag ik eventjes de hulp van de kijkers. Dat leek mij wel zo netjes. Dus, nou, en Gamepit die support het ook al gelijk. Die heeft al gelijk gezegd van, nou... De eerste 100 die krijg je van Gamepit, omdat je je altijd zo voor ons inzet. Dus dat vond ik ook al heel erg aardig. Dus nogmaals bedankt Gamepit daarvoor. En ja, zo kunnen we dan eindelijk de andere games gaan opnemen. Dus Xenoblade X heb ik niet. Aangezien dat ik ook geld aan het opzij leggen ben voor die 3DS capture card. Ik bedoel, als we nog bijvoorbeeld bijna bij het doel zijn en we hoeven nog maar 100 euro te hebben. Dan kan ik er bijvoorbeeld ook 100 euro er nog bij leggen. Hè? Dus ja. Het hoeft niet allemaal van YouTube te komen. Ik moet er zelf ook nog wel... Ik ben al geabonneerd sinds 500 subs. Dat is een lange tijd inderdaad. Volgens mij deed ik toen nog Engelse Let's Plays. Goos, jij bent echt de meest hilarische streamer die ik ooit heb gezien. Dankjewel voor het compliment. Ik doe mijn best. Ik kan er niks anders van maken. Maar ik doe het ook niet alleen, hè. Ik bedoel, Trimaster die gaat al rage quitten, dus maar je hebt ook Mume erbij en die... Ik heb helemaal niet connection lost. Smoesjes! Helemaal niet, ik zat net in de pokeball en dan opeens... Smoesjes! Jij bent zelf een smoesje. Dat weet ik, dat klopt. Een roomsmoesje. Je bent genoeg op te vreten, dat weten we allemaal. Een roomsmoesje, hoe kom je daar nou weer op? Oh. Ik wil weer een follow geluidje, even kijken. Nick Lubbers, bedankt voor het volgen. Dus ik moet eigenlijk ergens anders neerzetten. Maar ja, het probleem is, misschien kan ik het beter dan zo doen. Dan zie ik gelijk de naam. Dat is wel het makkelijkste. Dus ja, dan doe ik het zo. Was het vandaag eigenlijk nog laat? Laat? Oh, je bedoelt gisteren? Oh ja, gisteren hebben wij dus zeg maar nog een opbouw gestreamd. Yep. En ja, toen hebben we om 2 uur hebben we de stream uitgegooid. Maar we zijn nog tot 4:30 doorgegaan met bouwen. Dus ik moest en zou die maps afkrijgen. Zo erg was het. Het was er ook nog eens een keer een Legendary gespawnd, die we niet hebben gevonden. Oh ja, alleen we hebben hem niet gevonden helaas. Nee, blijkbaar, en dat was ook nieuw voor mij, want voor ja, langere fans die weten dat ondertussen. Die was toen zeg maar, toen ik bij Sky Service nog zat, toen waren deze Legendaries er nog niet. Dus in één keer was er een Legendary gespawnd in de Beach Biome. Sorry, maar ik moet... wat? Ik ben even offline, kreeg een nieuwe fiets en die moet ik op... Is niet erg, nee, is niet erg. Hartstikke gezegd dat je er al sowieso bij was, dus... Zo, de chat die gaat goed tekeer, zeg. Ik heb moeite met de chat allemaal bij te houden. Wel even kijken, hoor. Ga in Q&A doen, die heb ik al gedaan. Ga je Skywars spelen? Nee, we zijn nu bezig met Pixelmon en dat wordt een heel groot. Wow, ben je dan niet heel moe? Nee, ik heb al voor hardere vuren gestaan. Ik kan heel goed typen, ja, dat kan ik ook. Ik doe ook altijd bla 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 bla. Zeep, is er een route die ik kan volgen om naar de volgende stad te gaan? Nee, je moet echt exploren om de andere gyms te vinden. We hebben al 4 gyms gebouwd. Eentje heb je al gezien.
Tweede, die zit ook best wel dichtbij. Maar de derde, dat wordt toch een beetje, zeg maar, op onderzoek uitgaan. Dus, wanneer kun je op de server? Daar komt een update op over Facebook. Wanneer ga je de tweede part van Minecraft Modded Survival Funny Moments? Ooit? Nogmaals, jongens, ik heb het heel druk. Ik ben nou voor jullie aan het livestreamen. Gisteren was ik aan het opbouwen. Eergisteren was ik aan het editen. Morgen heb ik een event. Dan zit ik in Rotterdam. Inderdaad. Tunicon heb ik ook enorm veel zin in. Ja, ik ook. Maar ja, ik kan niet editen en op een evenement tegelijkertijd zitten. Dus... ik bedoel, van alle grote YouTubers, daar weet ik van dat ze altijd editors bij als hulp hebben. Markiplier heeft het ook heel lang zonder editors gedaan. En die zei ook al van, jongens, sorry, maar ik doe mijn best. En ik heb hier bovenop ook nog eens een keer mijn werk. Dus het is nou toevallig weekend, dus ik heb nou de tijd om te streamen. Maar anders door de week moet ik ook nog werken. Dus maakt het niet echt makkelijk. Oh, weer een nieuwe oor. Ik neem het mee. Ik neem het met me mee. Ik neem het mee. Want ik vind het toch oké. Ik wil toch dolgraag deze steentjes meenemen. Kijken wat ik kan maken van de nieuwe oors. Ik neem het mee. Hoe moet je aan Mumee vragen om het IP te krijgen als de server dadelijk runnende is? Tegen die tijd, dan hoor je dat wel. Tegen die tijd, dan hoor je dat wel. Dat is een goede antwoord. Dus... GameTubetje, je bent echt awesome. Ik wou dat Robinski er ook was, dan hoefde GameTubetje niet alles alleen te doen. Oeh, rozenstruikjes, die ga ik in mijn tuin plaatsen. Rozenstruikjes, die ga ik in mijn tuin plaatsen. Nou, ik heb in ieder geval genoeg kool gevonden en iron, daar heb ik een beetje van. Dus ik zou een iron pickaxe kunnen maken. Maar, ik wil Pokémon vangen. Gotta catch them all, gotta catch them all, yeah. Ground Wolf, bedankt voor het volgen. Hartstikke leuk dat je volgt en leuk dat je kijkt. Leuk, gezellig, fijn. Oké, nou, daar zit al wel in. Ik gooi het gewoon even hier in. Jij doet dat. En hier gooien we dan even twee keer de helft in. Zo. Jij doet de rubies. Hier gooien we wat in. Jij doet de iron. En hier gooien we wat in. En jij doet dan die. En dan gooi ik hier. Volgens mij gooi ik hem daarin. En dan gooi ik toch eventjes de overige vier in. Ik ga weer op Pokémon-jacht. Waarom? Omdat het kan. Het liefst zou ik een map hebben. Oh nee, ik moet redstone hebben voor een map, jongens. Ik moet redstone hebben. Anders verdwaal ik geheid. Ik ben echt zo slecht met met een richtingsgevoel. Ik ook. Hoe vaak ik al niet verdwaald geraakt was. En ja, we hebben inderdaad maps op de kaart daar hangen. Maar die zijn ook echt gewoon om daar te laten hangen van... kijk, dit is onze wereld. Dus... yep. Je moet echt het gevoel hebben dat je aan op avontuur gaat. Die is een beetje uitgestorven, die Pixelmon server. Miltanks. Level 6 tegen level 5. Ik kan die level 5 aan. Of die level 6. Ik denk dat die level 6 wel aan kan. Oké. Okay. Ik denk dat die level... oeh. Wie gaat er winnen? Level 5 of level 6? Ik denk de level 6. Ja hoor, oké. Okay. Eevee, pak hem. Maak hem af. Of zou ik control wezen en hem vangen? Nee, dat gaat tegen mijn principes in. Miltanks moet je niet vangen. Miltanks zijn voedsel. Dus are you an African American? No, I'm a Dutchy Dutch guy. Oh boy. Ik weet niet, kan hij tackle? Hij doet alleen maar zijn defense increase, hè? Oh, hij kan tackle. Oeh, dat doet pijn. Maar we hebben wel gewonnen en we hebben twee ladder daarvan gekregen. Heel mooi, daar kan ik itemframes van maken. En raw beef waar we niks aan hebben. En Eevee is een level omhoog. Altijd fijn. Inderdaad. Welk level ben jij? Level 6. Gewoon doen. Eevee. Kom hier. Kom hier, jij koe. Eevee. Moe. Oh, dat deed pijn. Auw, dat deed heel veel pijn. Eevee, je kunt dit. Eevee, ik heb vertrouwen in je. Eevee, je kunt dit. Eevee, je gaat niet verliezen van een miltank. Eevee heeft verloren van de mailtank. Ik kan de ironie gewoon zien. Oh, wacht eventjes. Hop. Zo. Dit moet.
moet even weer zo weg. Zo. Dit gaat de verkeerde kant op, denk ik. Ja, dit ging inderdaad heel erg de verkeerde kant op. Arme Eevee. Nou ja, hij is al op 7 levels nu, dus dat is alleen maar gunstig. Maar ik moet nog steeds Pokémon vangen, maar ik moet Redstone zien te krijgen. Dus ik moet ergens een cave vinden die best wel diep gaat. En die andere die ging niet zo diep. Dus... Want als ik een map kan maken... Mumee? Ja? Mag ik mijn gras even bij jou aan de waterkant planten? Hier zo. Oh ja hoor, dat mag. Als dat dan dadelijk gegroeid is, dan heb ik in ieder geval genoeg papier voor een full map, dus... Ik zal dat gras van jou wel niet verwijderen. Nee, mijn gras. Mijn bubbels, mijn gras. Hoe kan ik een fanart sturen? Via Facebook, dat is het makkelijkste. Dus via Facebook, page, ZeldaPlayer20, hartstikke makkelijk te vinden. Link staat altijd in de beschrijving van mijn YouTube-video's, dus hartstikke makkelijk te vinden. En dan stiep gewoon op Facebook, ZeldaPlayer20. Dan kom je waarschijnlijk ook wel uit op mijn pagina, dus... Dan heel specifiek, met de juiste manier geschreven, ZeldaPlayer20. Ja. Niet ZeldaPlayer20, ZeldaPlayer20. Zijn er ook bos-Pokémon? Ja, die zijn er ook. Nee, zijn we nog niet tegengekomen. Maar ik hoop ze tegen te komen. Voor de YouTubers, dit wordt waarschijnlijk een 4-parter stream. Die als extra's worden geüpload. Dus als jullie denken bij eigen van, goh, wel veel video's in één keer. Ja, livestreams deze komen gewoon op YouTube. Dus iedere keer van een uurtje of zo. Waarom ben ik weer kool aan mijnen? Omdat kool kun je nooit genoeg hebben. Toen was het even tijd voor een moment van rust. Ja. Toen was er even stilte. Jazeker. Even genieten van de mooie natuur, de Pokémon's die daar in rondlopen. En de Pokémon's die elkaar aan het vermoorden zijn. Nou, ik zet er gelijk het muziekje aan. Voor de mensen die de grap niet kennen, dat komt van de Terraria Let's Play. Yep. Mumee kan enorm goed dingen uitleggen. En elke keer als hij dan iets aan het uitleggen bent, dan komt er zo'n Magikarp Fisherman Trainer. Die komt dan het beeld ingeslopen. En dan hoor je dat deuntje. Dus ga je dit jaar weer naar First Look? Yep. En dit jaar, afgelopen jaar was ik er ook. Jammer dat je me niet gezien had. Ik was wel, 2 dagen zelfs. Ik bedoel, ik heb er nog een video van gemaakt. Ja. Waarin Erwin behoorlijk tegen een doos tekeer... Sorry. Dat Erwin behoorlijk tegen een doos tekeer ging. Ja, nee. Erwin houdt van dozen. Ja, dat zijn bijna spoilers! Hoi Mumee. Hoi. Dat is dirt. Dat is dirt Mumee. Dat is dirt. Je dirt. Zeep, jij ook een keer op vakantie? Dat kan ik jullie niet aandoen, dan zijn er geen video's. Elke keer als ik een week vakantie heb van mijn werk, dan ben ik altijd bezig met video's. Dus echt vakantiewesta. Kun je daar eten? Kun je er suiker bij doen? Altijd. Hey, kijk, Mega Man. Tenminste, daar lijkt hij op. Weet ik van wat het is. Level 25, doen we maar niet, hè? Ah, ik wil echt een andere Pokémon vangen. Waarom is dit spel nou zo gemeen? De Let's Stream vloek is actief. Ja, jou kan ik wel. Ik wil een cave. Ja, ik heb al heel leven gaan stripminen, maar dat is saai. Ja. Stripminen doet is alleen maar noobies. Nou, weet je waar? We gaan gewoon hier even wat snel... Oeh, hallo. Ik neem even voor de zekerheid crafting table mee. Oh nee, ik heb geen iron bij me. Maar dan kan ik een... ik kan dan eventueel furnace maken. Mocht we iron vinden, kunnen we een iron pickaxe maken. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ponyta! Hallo! Welk level ben jij? 20, dat is te hoog. Level 11. Ponyta is op zich wel een goede Pokémon. Ja. Ik ga liever voor Growlithe. Niet voor mijn elite team, maar gewoon voor... Hotling Bling. Waarom is dit spel zo gemeen? Had je 2 jaar geleden wel gezien, hoor. 2 jaar geleden wel. Ah, waarom dan vorig jaar niet? Hè? Leg uit. Ik heb even wat hout bij me.
Beetje hout is al genoeg. Crafting tabletje ervan maken. Zo. Maak ik hier nog extra sticks van. Zo. Dan zijn we settled. In Smash. Oké, we gaan de cave in. Eevee, bescherm mij. Bescherm je trainer. Dankjewel Corona voor dat door te geven. Ik vind het echt fijn dat jullie dat door willen geven. Dan hoef ik het niet constant te herhalen. Dat is heel aardig van jullie. Nou, ik zie dat we op de eerste uur zitten. Dus voor de eerste part van deze livestream, dat is nou klaar. Dus waarschijnlijk zien we nog heel veel dubbele video's. Heb je de livestream niet gemist. Er komt nog een andere part. Dat is gewoon dezelfde livestream nog steeds. Dus YouTube, tot de volgende part. Doei! Doei!